Samen met Rahi, is het ook bij jou laat geworden? Ja, heel laat. Ik moest wel om 3:30 stoppen, omdat ik daarna weer begon met vasten. Dus ja, maar ik heb het heel laat gemaakt. Ja. Ja, wat een feest barstte hier los. Ook een spontaan feest. Maakt dat het extra mooi dat het allemaal spontaan was? Jullie kwamen hier aan nadat jullie natuurlijk bij de Graafschappen promotiebewerk hebben gesteld. En ja, dan zie je alleen maar supporters midden in de nacht hier staan. En dan? Ja, kijk, we hadden er wel geloof in natuurlijk. Ik denk heel veel mensen niet, maar wij als groep zaten er gewoon echt goed in. En we dachten gewoon dat we het daar gingen doen. En uiteindelijk hebben we het ook gedaan. Dus, maar de aankomst hier en het feest hier was echt geweldig. Hoe was het feest hier verder nog? Broederliefde trad op, er waren allerlei spelers die de microfoon pakten. We zagen jou ook in de bus. Was jij volgens mij al Haantje de Voorste die voor de sfeer zorgde? Hoe is het verder gegaan? Ja, het is echt top gegaan. In de bus was het echt gezellig en hierboven was het heel erg gezellig. Iedereen, familieleden, supporters, iedereen kon het goed met elkaar vinden. En we hebben een geweldig feest van gemaakt. En zeggen jullie dan ook al, of komt dat pas later, gaan jullie het dan ook al hebben over de Eredivisie? Dat jullie weer tegen Ajax, PSV en Feyenoord gaan voetballen? Nee, ik denk dat iedereen gewoon eerst gaat genieten van zijn vakantie. En iedereen gaat natuurlijk kijken waar hij gaat spelen. Niet iedereen gaat blijven en niet iedereen gaat weg. Dus ja, ik denk op de 20 juni, op het nieuwe seizoen, gaat iedereen... dan gaan we gewoon vol voor de Eredivisie en dan gaan we onze ogen richten op de Eredivisie. Maar ik denk, voor nu is het gewoon even genieten en iedereen genieten van zijn vakantie. Ga jij blijven? Ik weet het niet. Ik wil natuurlijk wel blijven en we hebben nu Eredivisie gehaald en dat is het podium waar ik wil gaan spelen. Dus, maar je weet niet hoe het gaat lopen, maar in principe ga ik gewoon blijven. Want je hebt een heel goed jaar gekend, je was misschien wel de beste Spartaan. Toch in de play-offs, moet je eerlijk zijn, was het wat minder. Was je een beetje op? Ja, dat vind ik zelf ook. Ik vond dat ik in de play-offs niet goed heb gespeeld. Ja, ik weet niet hoe het komt. Misschien dat ik nog wedstrijdritme miste, omdat ik de laatste 5 weken had gemist. Of ik zat gewoon even in een mindere fase. Die heb ik in het seizoen ook gehad. En dat kan gebeuren. Alleen, ik hoop volgend seizoen gewoon weer een constante lijn aan te houden. Maar dat het deze play-offs minder was dan in de competitie, dat spreekt voor zich. Nu zijn er veel mensen, ook je trainer zegt, maar de Ramadan en topsport vindt hij niet samengaan. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat spelers net niet helemaal fris zijn. Deel jij die mening? Nee, die mening deel ik totaal niet. Want toen Appie Harawi 2 keer scoorde in Os, heb je er niemand over gehoord. Adil scoort 2 keer in de play-offs tegen de Graafschap, heb je ook niemand over gehoord. Dus ik vind het complete onzin. En je kan gewoon presteren. Het ligt gewoon aan mezelf dat ik niet goed heb gespeeld. Het ligt totaal niet aan de Ramadan. Bart Vriend zei zojuist, we hebben gisteren gefeest, maar vandaag gaan we ook nog wel feesten. Ga jij ook nog wel een paar dagen door? Ja, we moeten gewoon genieten en elke dag meepakken dat we kunnen feesten, gaan feesten. En iedereen is gewoon ontzettend blij en we hebben gewoon een fantastisch team. Goede jongens, leuke jongens en daar moeten we gewoon echt gebruik van maken en gewoon echt van genieten, want zulke dingen maak je niet vaak mee.